Hoi, ik ben Wim en vandaag neem ik je mee naar de Romeinse tijd in Flevoland. Met deze filmpjes neem ik jullie mee achter de schermen en laat je zien wat je normaal niet ziet. Kom maar mee! Romeinen in Flevoland? Ja, de Romeinen komen. De Romeinen vestigen hun noordgrens, de limes, halverwege het huidige Nederland. Niet ver van een heel groot meer. En dat meer noemden ze Flevolacus. De eerste vermelding van de naam Flevolacus staan in de geschriften van Pomponius, een Romeins kaartlezer en kaartmaker. Aan hen hebben we de naam Flevoland te danken. Nou, we kijken eventjes naar dit fragment op de Flevoland over de Romeinse tijd. Dit gaat over de belastingopstand tegen Olennius. De Friese bewoners betalen aan de Romeinen runderhuideren als belasting. Landvoogd Olennius is daar ontevreden over. Hij wil huiden zo groot als die van oerossen. Maar aan die eis kunnen de Friezen natuurlijk helemaal niet voldoen. Ze komen in opstand en belegeren Fort Flevum. Daarbij sneuvelen volgens de overlevering 900 Romeinse soldaten. En dat was het weer voor vandaag. Het is tijd voor de vraag van de dag. Welke spullen uit de Romeinse tijd vinden we eigenlijk nog terug in Flevoland? Zet je antwoord in de comments en laat het ons weten. Tot de volgende keer. Doei!